In de regio Flits hier weer het korte nieuws. In Kersenboomgaard, de Kerkenwaard in Wannenooijen kunt u kersen kopen, maar ook de Boomgaard in. Tijdens de Open Kersendagen op 29 en 30 juli zijn er diverse activiteiten, zoals kersenpitspugen en oude ambachten te bekijken. Op 29 juli is er ook een optreden van zangeres Monique Smit. Er is veel schade aangericht bij Waterplein in Tiel-Oost. Het Waterplein in Tiel-Oost maakt een verpauperde indruk. Vrijwel alle banken zijn vernield, evenals de beplanting. De schade loopt op tot wel 10.000 euro. Er is een reeks postzegels verschenen met de 10 lekkerste streekproducten van Nederland. Een daarvan is de Tielse kermiskoek, die nog steeds met veel passie gebakken wordt door Bakkerij Van Ooyen in Tiel. De postzegels zijn nu overal te koop. Op 12 en 13 augustus is het weer zover. De jaarlijkse Maas- en Waalse Oostdagen. Deze vinden plaats in Appeltern bij het terrein van Riverside op het recreatiegebied de Gouden Ham. Er zijn met name voor jongeren allerlei nieuwe activiteiten, maar ook bekende onderdelen als het NK Hooien en de Boerendriekamp. Inschrijven kan vanaf nu. Kijk op www.oostdagen.eu. Na 5 jaar arbeid heeft Huub van Heiningen weer een flink stuk Tielse historie nauwkeurig onderzocht en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het gebonden, fraai vormgegeven en rijk geïllustreerde boek, De Gilde van de Stad Tiel, is vanaf heden verkrijgbaar. Er is een begin gemaakt met de derde fase van de renovatie van de Molukse wijk. Vorige week is gestart met de woningen aan de Willem van Kesselstraat. De hoekwoning op nummer 2 was de eerste Molukse woning die in 1961 werd bewoond door een Moluks gezin. Het programma Zomervisite, met daarin portretten van bekende, prominente Tielenaren, is vanaf deze week weer terug op deze zender. In de eerste aflevering is voormalig banketbakker Hans Schoten gast. Dus blijf nog even kijken naar Regio TV Tiel. Dit was het. Bekijk dus het zonderdoor nog even ons YouTube-kanaal voor nog meer regionaal nieuws. Mijn naam is Gijs Peters. Ik wens u nog een fijne dag.